Volgens de banken zijn creditcards een veilig betaalmiddel. En door de enorme groei van online shoppen lijkt het ideaal. Maar de creditcard is ook steeds geliefder bij criminelen. Brenno de Winter waarschuwt voor de gevaren. Er zijn in Rusland diverse fora beschikbaar waar je op kunt inloggen. En vervolgens betaal je en dan krijg je gewoon die creditcardnummers. En hoe meer gegevens erbij zijn, hè, dus hoe beter ze te gebruiken zijn, hoe meer geld het oplevert. En wat kun je daarmee doen? Lekker shoppen? Ja, dan kun je heerlijk mee gaan shoppen en iemand anders op kosten jagen. En tegen de tijd dat mensen het doorhebben, ben jij al lang weg. Dus dat maakt het alleen maar heel erg eenvoudig om dingen te regelen. We krijgen een melding van een ondernemer die onze hulp inroept. Oplichters proberen zijn tent leeg te trekken en de politie doet niets. We hebben totaal voor iets meer dan 7000 euro orders binnengekregen op creditcard. Ja. En bij mij ging het lampje eigenlijk al branden dat er iets niet klopt. Want alle pakketten gaan naar Bokstel. We hebben wel klanten in Bokstel, maar in 2-3 dagen voor 7000 euro, dat is te veel. Het principe is simpel. Zodra een crimineel jouw creditcardgegevens in handen heeft, plaatst hij verschillende orders op jouw naam. De artikelen laat hij bezorgen op zijn adres of dat van de handlanger. Dozen worden opgestuurd, worden geaccepteerd en wij zijn onze producten kwijt. En een dag later staat het op Marktplaats. Maar kun je me vertellen dan wat te bestellen op jullie website? 3D-brillen, FPV-brillen zijn dat, en drones. En zo'n bril kost 650 euro en hij staat verzegeld op Marktplaats voor 500 euro. En dat gebeurt met die drones ook, die kosten allemaal zo'n 1000 euro. En die staan op Marktplaats voor 700, 750 euro verzegeld en die komen gewoon hier vandaan. Dus die jongens die weten donders goed waar ze mee bezig zijn. Doelgericht werken. Ja, inderdaad. Ja. En ik kan je vertellen, 7000 euro in 2 dagen, daar valt niet tegen te werken. Daar ga je kapot van dat soort oplichting. We pikken er een bestelling uit van 2 dure drones, besteld op naam van een zekere Heijblom. We achterhalen de echte eigenaar van de creditcard en vertellen hem dat zijn kaart door criminelen wordt misbruikt. We hebben u gebeld. U krijgt dan te horen 1700 euro. Wat was je eerste reactie? Nou ja, je schrikt natuurlijk ongelooflijk. Buiten het feit dat er een heleboel geld is, is het natuurlijk ook je schrikt dat kaartgegevens voor jou op straat liggen. Bij het nakijken van zijn rekening ziet Heijblom dat er al eerder voor een klein bedrag 2 spelletjes werden gekocht met zijn kaart. Kennelijk hebben de dieven getest of de kaart werkt. Ik kijk ongeveer 1 keer in de 2-3 weken naar deze afrekeningen. Ja, dan ben je in feite dan te laat. Ja. Dus het advies is ook, van kijk regelmatig naar afrekeningen en zie je wat vreemds, gelijk bellen. Maar hoe zouden ze uiteindelijk aan uw gegevens zijn gekomen? We gebruiken deze kaarten alleen maar voor hotelboekingen. Dus ik denk dat er bij het hotel ergens een lek zit waarbij de kaartgegevens op straat komen. Nou, u heeft in ieder geval gelukkig dat geld teruggekregen. Ik heb mijn geld teruggekregen. 1700 euro is niet afgeboekt? Is niet afgeboekt. Wordt u dan ook gelijk heel erg wantrouwend naar dat soort organisaties? Dat u denkt van, nou ja, daar kan het gebeuren of daar kan het gebeuren? Ja, in zo'n algemeenheid wel, ja. Ja, zeker. Ja. Want de kaartgegevens zijn toch gebruikt. En je kan niet zien, en je krijgt het ook niet te horen van Visa, van waar en hoe dat lek is ontstaan. Nou ja, het enige wat wij dus kunnen doen is zorgen dat degene die dus doet alsof die u is op internet met uw gegevens, die op heterdaad te pakken op het moment dat hij dus die drones wil ophalen. Okay. Dan krijgt Danny het bericht dat de crimineel dezelfde dag nog de 2 drones die besteld zijn met de valse creditcardgegevens wil komen halen. We gaan direct over tot actie. Dit is een buitenkans. Nu kunnen we de creditcardfraudeur pakken. Vanuit het pand tegenover de winkel houdt Danny de ingang in de gaten. Het is zaterdag. Het wordt druk in de stad en in de winkel. Het zal moeilijk worden om de oplichter niet uit het oog te verliezen. Iedereen staat op scherp. De oplichter heeft 2 drones besteld van bijna 1800 euro... met de creditcardgegevens van een onschuldig slachtoffer. Zodra de oplichter de bestelling komt ophalen, krijgt Danny vanuit de winkel het teken om in actie te komen. Iedereen is een verdachte. Dan komt er een jonge man binnen die de blikken van het personeel ontwijkt. Volgens mij is hij gewoon aan het verkennen. Die jongen loopt naar buiten. Ik denk dat dat hem is. Als hij weer naar binnen gaat, dan weet je hoe laat het is. Nee, hij loopt weg. Dan komt er een klant die alle alarmbellen doet rinkelen. Er stond nog een bekendje van mij. Renate Heijblom. Wat is jouw naam? Oh, ik kom een pakketje ophalen voor Renate Heijblom. Oké, dus dat moet hem zijn. Weet je toevallig hoe dat betaald is?
Als het goed is, had ze het overgemaakt van Renate Heijblom en ik kwam het ophalen. Was doorgegeven. Renate Heijblom? Ja. Ja, dus via creditcard gegaan. Ja. Ja, wat doen we? Ik heb nog geen teken, joh. We laten die jongen even lopen straks. En even volgen. Nou, veel plezier ervan. Ja, mijn naam is Jasper. Als je een keer problemen hebt of vragen, kun je altijd even bellen of mailen of langs. Ja, dat is goed. Oké. Okay. Hij komt nu naar buiten, Ja, ik heb dit teken, jongens. Kom maar thuis. Het is druk in de stad. We moeten uitkijken dat we hem niet kwijtraken, want anders zijn we twee drones van 1800 euro kwijt. We laten de dief toch even lopen om te kijken of hij nog een handlanger heeft. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Hij draait zich plotseling om. Hey, alles goed? Ja. Wacht even. Wat heb je daar voor iets moois gekocht? Gewoon vliegtuigjes. Vliegtuigjes? Hoe heb je ervoor betaald? Nee, je vriendin heeft die gekocht, dus ook. Echt waar? Kom, gewoon even hier staan, kun je even makkelijker praten. Kom even mee. Nee, ik heb haast. Dus... Je hebt haast? Ja. Ben je met iemand anders? Ja. Kom, we gaan even naar hem toe. Waar staat de een op je te wachten? Niet verderop. We moeten uitkijken dat zijn handlanger er niet vandoor gaat. Rustig doorpratend lopen we met hem mee. Hoe ziet het eruit? Wat heeft hij aan? Een petje. Daar? Ja. De andere man probeert zich snel uit de voeten te maken. Hij heeft het gezien. Kom maar. Yo, stop eens! Je hebt geen zin! Stop. Loop er eens. Wat is er aan de hand? Kun je bij jou vragen? Creditcardfraude en dat soort shit, hè? Nee, man. Komt even mee. Waarom ren je weg dan? Ja, niemand zat achter mij aan, daar. Niemand zat achter je aan. Je rent gewoon weg. Ja. Wat hebben jullie te verbergen, jongen? Helemaal niks. Nee. Die drones, hè? Met wie's rekening worden die betaald? Weet ik. Jouw vriendin? Ja. Hoe heet jouw vriendin? Je weet niet hoe ze heet. Renate Heijblom. Heijblom, waar woont ze dan? Delftweg of zo. Je hebt hier een briefje. Ja, gewoon de dreef. Als jij weet waar je vriendin woont, ga je toch allemaal niet opschrijven? Ik weet toch niet wie jij bent. Waarom, hè? Waarom ren je weg? Ja, mijn vriendin die zat daar. Ja, en dus? Waarom ren je weg? Ja, je moet wel tegemoet wel komen. Jullie zijn hier met allerlei dingen aan het frauderen, jongen. Ja, maar ik ken hem helemaal niet. Je kent hem niet? Nee. Oh, wat grappig. Jij kent hem toch wel? Je zei toch dat hij vriendje was? Ja. Nee, man. Hier, jullie kennen elkaar. Hij liegt, hij zegt van niet en je zegt van wel. Wat wil hij van jou? Dat weet ik niet. Heeft hij de drones online gekocht en jij moest ze ophalen? Dat weet ik niet. Jongen, kijk. Straks krijg jij de schuld van alles, hè? Zeg even wat zijn aandeel hierin is. Heeft hij de drones online besteld? Nou, stil even. Nee, je wil niks. Jawel. Je gaat nergens naartoe. De politie komt er zo aan. Ja, even dat is goed. Dan gaan we de politie vertellen. Heeft hij de drones besteld online? Ja. Kom eens even mee. Vertel even je verhaal, anders ga jij. Ben jij straks de lul? Vertel even je verhaal. Ik moest dingen ophalen daar. Nee, niet. En hoe ver kreeg je ervoor? Gewoon één ding kreeg ik ervoor. Oké. Okay. Weet je, dit is allemaal met valse creditcards, dit soort dingen bestellen? Nee. Niet, dat wist je niet? Nee, echt niet. Maar wist je wel dat er hier iets niet klopte? Ja, ik had wel een beetje zo voorgevonden, ja. Ja. Jij bent... Ja. Oké. En waarom laat je hier inpraten? Ja, ik weet niet. Ja, ik vond het wel mooi zo'n ding, snap je? En dan, maar excuus, echt sorry. Ja, maar excuus. Je moet excuus maken aan de man, de eigenaar. Ja, want hij loopt al het geld mis, dankzij mensen zoals jou en hem. Ja, zeg maar. Hij werkt hard voor zijn geld en jij pakt dat gewoon zomaar af. Oké, meneer, vertel even wat hier aan de hand is. Want jij stuurt hem op pad. Jullie houden mij nou aan, hè? Dus ik weet helemaal niet wat er aan de hand is. Maar ik heb helemaal niks te zeggen tot de politie mij hier komt ophalen. Wat ben je nou? Ben je nou een fraudeur, een hele, een dief? Nee, wat ben je? Nee, ik weet niet waar je het nou over hebt. Ga nou niet dom spelen met mij, ga nou niet dom spelen. Jij stuurt deze jongen hierop af, zodat jij met het buiten door kan gaan. En je geeft hem een drone, dat zegt hij. Ik ga politie wachten. Politie, ja. Dit heb je wel vaker gedaan, of niet? Mensen oplichten, hè? Politie. Mensen oplichten. Politie. Zo'n man die hard werkt. Politie. Wacht maar. Je hebt de mensen voor duizenden euro's opgelicht. Welke mensen? Van de winkel. Welke? Waarom schrijf je al dit op? Wie is er dan naar de Heijblom? Wie is dat? Weet ik veel, dat ken ik niet. Maar waarom geef je die jongen de briefje mee dan? Maar ik ken die jongen helemaal niet. Loopt hij nou te liegen? Ja, dat denk ik. Waarom ren je weg? Ik wacht op de politie. Wil je wachten op de politie? Ja. En anders moet je me nou gewoon loslaten. Oh ja? Nee. Ja. Nee, je gaat helemaal niet loslaten. Want je bent gewoon een oplichter en een dief. En een hele. Ja, wacht op politie. Hoe heet hij? Danny roept de naam van de hoofdverdachte. Hé, je reageert meteen op je naam. Wat grappig. Ik kreeg het net van hem te horen. Ik roep je en je reageert meteen. Dus hij kent je wel degelijk. Nu weten we dat de man met de pet de dader is. Tijd dus om de politie in te schakelen. Maar ik heb er niet veel mee te maken. Ze zijn allemaal nu wil geven. Dat je wel wat
Sorry, echt, mijn excuses, zal het nooit meer doen. Echt niet. Ja, jij hoeft mij geen hand te geven, dat is de eigenaar daar. Jij ging hem oplichten. Dat is de eigenaar. Je bent net zo dom als dat je eruit ziet, jongen. Sorry. Ja, dat trap ik niet in, hè, deze flauwekul. 7.500 euro oplichten, hè? Sorry. Je bent net zo stom als dat je eruit ziet. Ja, sorry. Ja? Echt, mijn excuses. Succes, jongen. Onze hoofdverdachte wordt in de boeien geslagen en mag op het bureau uitleggen waarom hij heeft geprobeerd een winkelier voor in totaal 7.000 euro op te lichten. En ondanks zijn excuses wordt ook de loopjongen ingerekend en meegenomen naar het bureau. Een paar dagen later gaat Daan praten met de politie voor een update over de verdachte. Waar het op dit moment om gaat, dat is dus internetoplichting. Dus het kopen van spullen via internet en niet betalen. En het gaat om fraude met creditcardgegevens. Dus gegevens van andere gebruikers voor de betalingen. Ja, en zitten die mensen nu nog steeds vast? Nee, die twee mensen die zijn heengezonden. Zijn nog wel verdachten, hebben ook een procesverbaal meegekregen. En het onderzoek loopt ook nog op dit moment. Er werken nu diverse rechercheurs aan. Er is ook een computer in beslag genomen. Ja, op die manier proberen we het onderzoek verder voor te zetten. Ja. De verdachten staan al na 4 dagen in de cel weer op vrije voeten. Maar de hoofdverdachte heeft heimwee. Want direct na zijn vrijlating handelt hij alweer in gestolen spullen. Op Marktplaats verkoopt hij een dure 3D-bril ter waarde van 750 euro, die hij eerder heeft buitgemaakt in dezelfde winkel. Oké, jongens, ik sta voor zijn huis nu. Wij laten het er niet bij zitten en sturen een zogenaamde klant voor de 3D-bril. Hey, goeiedag. Hey. Ik kom voor bril of zoiets, hè? Hey, ja, ik ben Ron. Hij praat met hem. Heb je ook een bon? Nee, die moet ik even. Nee, heb ik niet bij. Nee. Hij heeft de bril nu in zijn hand. Oké, jongens, actie. Gaan, gaan. Je bent net vrij en je bent weer mensen aan het oplichten, joh. Nou, ik weet niet wat. Dit keer ga je toch niet ontkennen, jongen. Je hebt gewoon 4 dagen vastgezeten. Ja, klopt. We nemen onze oplichter mee naar een meer discrete locatie. Je bent net vrijgekomen, je hebt 4 dagen vastgezeten. Je hebt 4 dagen de tijd gehad om over na te denken. Waarom doe je dit? Ja. Ik weet het niet. Dat je betrekt je moeder, je zussen allemaal bij, je laat allemaal pakketjes bij hun thuis bezorgen. Ik heb geen commentaar nou. Nog één ding, hè? We hebben nog nooit 1 en dezelfde crimineel in 1 aflevering 2 keer opgepakt. Ja, ja. Dan ben ik een dommerik. Een hele grote dommerik. En zo belandt onze man voor de 2e keer in korte tijd in de cel.